Het Fries Dagblad in oorlogstijd. Het is geen heldhaftig actieverhaal. De haatpersonen binnen geen stoere verzetsmannen. En het Fries Dagblad wie ik net een verzetskranten, zat die in de oorlog ontstien. Likos Trouw en Parool. Maar toch is het verhaal van het Fries Dagblad bijzonder. In 1941 besluiten de kranten hem zelfs op te heffen. Oorleding wie de verplichting om, krijgt dus alle kranten, lid te worden van een Duitse persvereniging. Zo koer de bezetter alle media in de greep van de censuur krijgen. Het Fries Dagblad stierde zich voor de kar. Wer wij lid of wer wij net lid? Het bestuur van de vereniging, het Fries Dagblad wie je van een vereniging, is dat nog? Had erop praat en had maar de journalisten praat en een man wat over. Nou, de man hoorde er net om uit te denken. Wij hebben geen lid. Dat klinkt simpel en logisch, maar boeten de verzetskranten om wie het Fries Dagblad van alle bestaande kranten in ons land de enigste die het verpofte om hem zelfs onder de Duitse censuur te brengen. In de ronden van het Fries Dagblad is van meer dan rekken houden, maar dat het echt verschrikkelijk misging zo. En in orenkranten had dat waarschijnlijk oorswest. Ik ken dat net zien. Dit steen dat ik daar een oordeel over uitspreken wil. Krijg ik min als ik als hoofdredacteur van het Fries Dagblad grutsk wijzen kan op wat de collega's dienen hebben. Want ik ga niks dienen. Grutsk misschien net. Maar je kan een wos zeggen. Het Fries Dagblad wie een lichtpuntje op een tjustere side in de skiernis van de Nederlandse kranten. Want het moet dus goed realiseren dat 99% van de journalisten is gewoon meegegaan. En het de berichten over de oorlog pleit zat de Duitsers de berichten hebben wonen. Het proces dat het daar laat had om het Fries Dagblad op te heffen is al in de oorlog beschreven door een van de redacteuren van destijds, Jan de Haan. Dit manuscript is altijd bewaarde bleun en wordt nu terug Omroep Friesland als beeldverhaal verteld. Daarvoor had de Ljouweter illustrator Laurens Bontes maandenlang ondertekeningen west. De oorlogstijd is behoorlijk grijs en zwart en dat moest terugkomen. Maar het moest ook huiselijk zijn en mooi. Maar dat lijkt me een lastige combinatie. Ja. Ja, maar je begint met schetsen en dan zie je wel waar je komt. En ik heb dit verhaal in stukken opgedeeld. En dan begint het schetsen en dan krijgt het vorm. En dan wordt het levend. Bontes had een soort research dwarmatten om gebouwen en mensen, van ze vier te achterhellen, realistisch te tekenen. En om een vorm te betekenen die de gaten in het verhaal opvult. Je kan niet tekenen wat iemand niet doet. Dus daar heb ik een vorm voor gekozen, ook met dromen en met... Met huiselijke scènes die waarschijnlijk helemaal niet gebeurd zijn, maar en volgens mij maakt het heel erg dat het dichterbij komt. Lid dus even zien naar de belangrijkste personen in dit verhaal. Haatredacteur van het Fries Dagblad in die jaren is de bekende Hendrik Algra. Maar zijn rol is hier eens net zo groot. Het draait allegaar om Jan de Haan, de schrijver van het verhaal en pleetsvervangend haatredacteur. Omdat Algra de netvolle is, draagt Jan de Haan een grutte verantwoordelijkheid voor de kranten. Het grutte gevaar komt van pressereferent Janke, een nazi die het besiekert alle Nederlandse kranten onder een Duitse persvereniging te krijgen. Als dat net voor het slaget, krijgt Friesland een eigen Duitse pressereferent, Weidlich, om controle te krijgen over de Friese kranten. Gaandeweg viel Jan de Haan de druk toenemen om te boegen. Soms indirect, soms in directe confrontaties met Weidlich. Die verakseling, hoe mooi dit dilemma om te gaan, had de Haan prachtig beschreven. Weer timmerde hij met de vuist op het bureau. Hetze tegen Duitsland! Een dilemma-ek dat in orenvorm journalisten van Joterdij nog altijd mooi te maken krijgen. Het bijzondere van het verhaal van het Fries Dagblad is dat er moedige mensen binnen en ik heb een oproep van u. Om Elsenien die in het vak zit en die dus bedenkt, waar steen ik? Mogen diezelfde trouw ons thans de handen in een doen slaan om het herrezen Fries Dagblad te naken tot een bekwaam instrument in de worsteling voor de komst van Gods Koninkrijk.